De laatste keer dat Cambuur thuis won van Stormvogels Telstar dateert van 26 oktober 2001. Matchwinner destijds Jan Bruin, tegenwoordig natuurlijk de spits van Stormvogels Telstar. Het eerste schot op doel is opportunistisch van Adnan Barakat voor Cambuur, maar verdwijnt naast bij keeper Van Strien. Het wordt 1-0 in de 40ste minuut. Frank Korpershoek maakt zijn eerste doelpunt van het seizoen voor Stormvogels Telstar. Daar heel knap het kopduel gewonnen door Jan Bruin. 207 wedstrijden heeft hij achter zijn naam voor Cambuur. En Korpershoek schiet hem piekfijn achter Van der Vlag. 1-0 dus voor Stormvogels, dat sterker is in deze wedstrijd. Hier gaat rechtsback Willemsen. Die moet de bal dan terugtrekken naar Richmond Bosman. Maar gaat voor eigen succes en stuit op Van der Vlag. Nog altijd 1-0. En dan zijn er in de tweede helft af en toe kansjes voor Cambuur. Zoals hier voor invallen Ketting. Voor langs bij Van Strien. Cambuur heeft de laatste 7 thuiswedstrijden niet gewonnen. Maar is wel goed begonnen in de vierde periode met 4-2. Stormvogels Telstar zowaar nog beter. Met 6 punten uit de eerste 2 duels. En het gaat winnen op bezoek bij Cambuur. Dat wordt dus 9 punten uit 3 duels. Dit is de laatste kans. Richmond Bosman, de redding van Van der Vlag. Stormvogels wint in Leeuwarden met 1-0.